Hallo mensen, ik ben Max en vandaag gaan we tot de Max bij de tweede aflevering van Hoe maak je condor uit Walibi Holland. Eerst beginnen bij het station, even te kijken welke signs er allemaal zijn hier. De eerste sign is een statische train sign met train property slowdown false, zodat hij automatisch elke trein die langskomt de slowdown uitzet, zodat hij altijd zijn snelheid behoudt. Dan heb je hiernaast een card station. Waarom een card station? Nou, als ik een card station gebruik heb ik meer ruimte om hier de beugelsysteem te maken, dat ik een train station sign gebruik, want die moet normaal altijd in het midden staan. Dus ik heb een car station gebruikt en die helemaal op het einde, dat was deze. En daarnaast een wireless redstone receiver met de naam C_start. Alle signs voor Condor die beginnen met C_ en daarna voor wat het is natuurlijk daarachter. Dan hebben we hiernaast een train property player exit false en een tray property player enter false sign. Met er in het midden, ja die staat nu aan, maar in het midden is het een sign met, even denken, wireless redstone receiver C_beugels_dicht. Als ik nu RSCC beugels doe, zie je het hier staan. Wireless redstone receiver C_beugels_dicht. Meteen hiernaast hebben we dus een train property player exit true en een train property player enter true sign staan. En in het midden tussen die twee zit natuurlijk wireless redstone receiver C_beugels_open. Helemaal hier aan het einde hebben we een train destroy en een wireless redstone receiver met C_uitgang. Ja, dat is hartstikke heel, eigenlijk is het heel simpel. Dan gaan we nu even kijken naar het systeem bij het inrangeren. Dat is ook wel heel leuk. Hier hebben we een train spawn 9 minecarts sign staan. Met daarnaast een wireless redstone receiver met C_inrang. Zodat hij hier precies aan de hele train spawnt. Dan hebben we hier in het midden een statische, als het met statische sign is met een uitroepteken, statische train station sign. Met een 2, dus hij komt heel snel op zijn snelheid. 0,1 seconde delay en automatisch naar left, zodat je hier geen redstone meer nodig hebt. Automatisch als de trein dus spant, wordt hij automatisch vooruit gestuurd. En hier ook een property max speed sign, waarop je zijn snelheid op 0,08 zet. Dan hebben we hier de wissel. De wissel is heel leuk. De wissel bestaat uit 2 pistons die om de beurt zeg maar een iron bar naar boven trekken of naar beneden duwen. Dat systeempje voor je zit hier. Dit is dan de redstone command met C_switch. Als die aangaat, dan gaat deze sign uit en gaat deze sign aan. De ene sign staat voor de ene piston en de andere sign staat voor de andere piston. Waardoor als de redstone signaal aangaat, gaat in dit geval deze omlaag en deze omhoog. Zodat de trein deze kant op gaat. En als je hem uitzet, dan gaat deze omhoog en deze omlaag, waardoor hij altijd deze kant op gaat. Zo kan je dus een wissel maken. Dus hij wisselt hier van spoor. Dit is namelijk heel belangrijk voor bij het inrangeren. En dat heb ik op een manier geïmplementeerd, wat ik je zo even ga laten zien. Hier kom ik zo meteen op terug. Dan gaan we eerst even kijken bij de beugels en de poortjes. Het beugelsysteem heb ik op een nieuwe manier gedaan. Hier staat een redstone command met C_beugels. Je plaatst hier automatisch een torch, waardoor dit signaal wordt geactiveerd en dit signaal wordt gedeactiveerd. Dus de een is voor beugels open en de andere is voor beugels dicht. Als je de redstone erin stopt, maakt hij de beugels open. Dan maakt hij een wireless redstone transmitter met C_beugels_open. Degene die we net in het station hebben gezien. Daarnaast maakt hij een command block met, tadaa, signlink. /var/variable. Edit C_beugels set en dan de message die je wil doorgeven. Alles wat rood is, is fout. Alles wat groen is, is goed. Dus vandaar dat geopend in het rood staat, want hij moet op groen voordat je hem kan laten starten. Hiernaast hebben we een nieuwe wireless redstone transmitter, namelijk C_block. Waar de blok voor is, laat ik zo meteen zien. En hierboven doen we eigenlijk exact het omgekeerde. Dus waar die hier open gaat, gaat die hier dicht. Dus dan hebben we hier een transmitter met
beugels dicht. En daarnaast een variable met NA, dus de groene kleur, gesloten, zodat die goed is. Hetzelfde geval is aan deze kant bij de poortjes, alleen dan geen beugels, maar poortjes. Hier heb je een transmitter met C_port. Hier heb je een variable die hem op geopend zet. En hier heb je dus weer de blok. Dan heb je hiernaast, ja, dit is verder niks, maar ik heb hem juist precies boven elkaar gezet, zodat het duidelijk is welke waarvoor dient. En hier dan de variable die hem op gesloten zet. Ja, dus je hebt hier namelijk geen andere transmitter nodig, want als deze uitgaat, dan gaan de poortjes alweer dicht. Dus dat is precies wat we willen hebben. Dan hebben we hier een stukje voor het starten. Als je hier een redstone command uitvoert van C_start, dan komt hier een torch. Zet hij ook gelijk het kanaal weer uit. Dat heb ik in de vorige video of de vorige twee video's al bij uitgelegd dat je hem meteen uit wil hebben. Dan gaat hij hier, omdat het via een redstone repeater door een blok heen gaat, komt dat signaal hier aan. En maakt hij een wireless redstone transmitter met C_start. C_start staat op meerdere plaatsen. Eén is daarboven bij de train station sign. En de ander is hier. Wat deze doet, is hij zet automatisch elke keer als je start, zet hij de switch, deze wissel, zet hij uit. Waardoor hij altijd dus zo eruit komt zien. In één rechte stuk. De baan gaat dus niet hier opzij. Dat is heel belangrijk voor bij het inrangeren, waar ik zo meteen in geef op verder inga. Maar we willen niet altijd dat je hem kan laten starten. Je moet hem af en toe dus kunnen blokken. Op het moment dat de beugels of de poortjes open zijn, mag je hem niet laten starten. Dat heb ik ook een paar keer in de reacties gezien dat mensen graag uitgelegd wilden hebben hoe je dit nou in een systeem verwerkt. Dus bij deze. Ik heb het ook op een nieuwe manier gedaan, want heel vaak heb je dan van dit, van de binnenkomst van het signaal voor het starten naar het uiteindelijke wegstuursignaal, heb je heel veel pistons zitten. Maar ik heb het dus op een manier gedaan dat je maar één piston nodig hebt. Sterker nog, je hebt maar één extra redstone signaal nodig. Namelijk als de beugels of de poortjes open zijn, activeert die de C-block. C-block receiver zit hier. Die zit hier. op het moment dat hij wordt geactiveerd, plaats hij dus hier een piston. Deze twee worden geactiveerd. De piston schuift op, waardoor alle signaal niet meer hier doorheen kan. Dus dan kan die ook niet gestart worden. Dat is precies wat we willen hebben. En om dat duidelijk aan te geven in de operator panel, hebben we dus als deze wordt geactiveerd een wireless of een signlink variable met afgewezen. Dus onder de start sign zie je dus nu staan afgewezen. Op het moment dat dit uit is, dan gaat deze dus aan, wordt deze geactiveerd en dan staat die juist toegestaan. Dit is een extra blok voor het inrangeren. Dus mocht er nog, dat heb ik in dit systeem niet, maar mocht je nog extra veiligheid in het inrangeersysteem willen doen, dus bijvoorbeeld dat je niet kan inrangeren als hij net is weggestuurd, dan komt hij hier terecht. Hier. Wireless Redstone C-block inrang. Dus hier heb je nog eens een extra aanknopingspunt voor het blokken van het inrangeersysteem. Maar automatisch als je C-block aan hebt, als je C-block automatisch aan hebt, gaat deze ook automatisch aan. Dus dat is even belangrijk om te weten. Ik heb hier dus geen C-block geplaatst, omdat ik hier ook nog eens extra functies mee wil toevoegen. Maar je zou dat kunnen doen als je dat niet doet. Maar in principe maakt het niet heel veel uit, behalve dat je hier dus extra mee kan. Het doet hetzelfde als C-block, alleen je kan hier dus nog wat meer mee. Hier komt dus het signaal van C-inrang binnen. Ik zet hem automatisch weer uit, want dat willen we. Dan heb ik hem hier in een wat delay, want hij is normaal een hele korte puls. Dat wil ik niet, ik wil hem wel wat langer. Dan gaat hij door deze piston, mits de blok natuurlijk uitstaat. Daarna gaat hij hier dus RC on C start. Automatisch als je inrangeert, start hij hem automatisch. Dat heb ik zo gemaakt dat alles heel mooi samen verloopt. Dan gaat hij naar een aantal ticks delay, gaat hij dit inrangeren aanzetten. Zodat de trein van de starter even de tijd heeft om het station uit te komen. Op het moment dat je dus WRT C-inrang doet, worden meerdere C-inrangs geactiveerd. Onder andere deze, die juist de switch weer aanzet. Dus die schakelt juist de switch om, zodat hij kan inrangeren. En de andere C-inrang, die bevindt zich hier voor het spannen van de trein. Dus ik ga het heel even kort laten zien. Alles bij het begin. Doe ik gewoon even via mijn commands. Ik heb in de vorige twee video's al laten zien hoe je commands toevoegt aan signs. Ga ik nu even niet doen. Laten we beginnen met inrangeren. Oké. Doen we RSC on C inrang. En dan zie je de switch gaat naar beneden. De trein spant en de trein komt in beweging.
Er is nu geen andere trein, dus die vertrekt nu niet. Maar ja, je ziet het niet in ieder geval. Maar deze trein komt nu dus binnen. Neem het even zijn tijd. Ik heb de maxspeed namelijk voor deze dingen ook nog niet allemaal netjes neergezet. Alleen maar in de baan even. Dus deze komt zo in het station. Zoals je ziet, deze switch blijft aan. Maar daar kom ik zo meteen op terug. Want dit bespaart heel veel resto namelijk als je alles moet gaan timen. Dit is een stuk betrouwbaarder als het ware. Dan hebben we hier de beugels die zijn automatisch dicht. Je kan ook niet instappen. Ik heb ook geen blockchange erop staan. Omdat je normaal altijd de blockchange hebt. Namelijk hier aan de rails. Dat wat realistisch is. Alleen dat werkt niet in 1.11. Heel raar. Dus degene kijkt die de plugin heeft gemaakt. Fix het. Dankjewel. Dan gaan we dus even werken aan de poortje. Dus RSC. Hier hoef je dus geen on-off. Want het is een toggelbare. C poortjes. Nou, daar gaan ze open. Gaan ze dicht. Open. Dicht. Je ziet daar ook dat de blok aangaat. Dus op het moment dat ik deze aanzet, gaat deze naar beneden. C-blok gaat aan en deze piston schuift op. Als ik nu eens probeer te starten, werkt hij niet, want hij wordt hier tegengehouden. Hij kan er niet doorheen. Dat is precies wat we willen. Hetzelfde geldt voor de beugel. Als ik RCC beugels doe, nou dan gaat hij aan. Kan ik nu instappen. Als ik instap en ik doe hem dicht, kan ik er niet meer uit. Nou, en als je er buiten bent en hij is dicht, kan je er ook niet meer in. Helemaal top. Dus ook als ik hier deze aan heb staan, gaat deze blok nog eens extra aan. Dus als ik nu de RSC-C poortjes uitzet, is deze blok uit. Maar hij blijft dus blokken, omdat deze ook aanstaat. Dat is het handige aan dit systeem. Als je dus meerdere C-bloks aan hebt staan, moeten ze allemaal uit zijn voordat deze piston weer terugkomt en je wilt laten starten. Dus dat gaan we even doen. RSC-C, oh, RSC-C beugels. Die is uit. Nou, nu zou je hem dus kunnen laten starten. Nou, we kunnen dus starten. Maar ik wil het tweede inrangeergedeelte dus even laten zien. Wat we nu doen is als we RSC-C start doen. Dan start hij hem. En dan zet hij de piston automatisch dus weer terug. Dus nu kan hij dus gewoon er weer langs. Dat is precies wat we willen hebben. Nu gaat de trein dus door de baan. Ik ga zo meteen de tweede trein even inrangeren. Om alles even goed te laten zien hoe de timing werkt. Deze gaat heel langzaam naar boven. Want ik heb verder nog geen goede maxspeeds opzetten. De rest gaat wel gewoon snel. Ik raak jezelf aan om alle maxspeeds eventjes op elk punt zelf neer te zetten. Mag ik zo even verder kijken of ik nog wat kan uitleggen. Ja, want ik heb hier namelijk ook het remsysteem zitten. Hij gaat om de blok. Gaat hij de snelheid steeds 0,05 verminderen. Dus het begint met 0,55. Dan 0,5, 4, 5, 4, 3, 5, 3, 2, 5, 2, 1, 5, 1. Daarna zet hij dus zo weer zo'n card station. Dus dat is zo'n statische card station met 5. Dus hij gaat redelijk vlot. Komt hij op snelheid. 1 seconde delay en automatisch naar left. Als je dit allemaal hebt, hoef je natuurlijk ook geen redstone extra hiernaast te zetten. Dan komt hij dus hier het bochtje om. En dan heb ik voor de switch een statische train waiter met de 48. Dus over 40 bloks. Als de eerstvolgende trein 40 bloks verder is, dan begint deze met rijden. Zodat deze niet tegen de trein in het station aanknalt. En dus ook niet als de switch boven is, hij op de grond valt. Nou, de switch is nu dus gewoon recht. Dus de trein die komt eraan, gaat hier door de remmen heen. Ik heb er geen remgeluidje in zitten, want de train effect werkt blijkbaar ook niet volgens mij. Dus ook, again, developer, als je meekijkt, fix het even. Dankjewel. Goed, dan komt hij hier dus langs. Hij gaat gewoon het rechtstuk naar beneden. De switch is beneden. Doet hij automatisch start. Dus dat is het hartstikke fijne. Komt hij er langs. En dan gaat hij zo meteen het bochtje om. En dan komt hij gewoon weer in het station. Terecht. Mag wel even wat meer tempo. Dankjewel. Goed. Dus die zijn allemaal boven. En deze doet het gewoon. De blok staat uit. Dan gaan we nu even kijken bij het tweede gedeelte van het inrangeren. Namelijk als een trein er al in staat. Ik heb er nog geen blok op zitten dat er maximaal maar 2 treinen in kunnen. Dat moet je zelf maar even kijken. Ik weet ook nou niet precies hoe dat ook weer moest. Dus dat moet ik even een keertje opzoeken en dan kan het wel misschien in de volgende video. Dus vergeet niet te abonneren. Top. Oké. Okay. Dan gaan we nu dit volgende stuk doen. De blok is gewoon uit, dus we kunnen hem gewoon inrangeren. RSC-C inrang. Hij start hem. De switch gaat naar beneden en de volgende spant. Dus hier gaat de trein nu weg. En de andere trein die komt eraan. Dit is eventjes nauw qua timing, maar hij doet het wel goed. Dan precies als deze zeg maar uit is,
dan komt die andere tot stilstand. Kijk, nu kunnen ze al niet meer in elkaar haken. Dus die is nu vertrokken en deze komt dan in het station. Ik zal nog even heel kort even een blik werpen hier op het systeempje hier. Ik heb hier nog geen variable in zitten, maar dat is niet heel erg nodig. Dit is alleen maar nodig als je nog eens die extra C-blok inrang wil gebruiken voor extra functies, waaronder deze functie. Maar als ik hier dus de beugels ga openen, RSC, C, beugels, zie je, dan springt hij op rood. En deze springt op afgewezen, omdat de blok aan is. Als ik de poortjes open, C, poortjes, blijft deze nog steeds op afgewezen. RSC, C, beugels, nou, die is gesloten. En dan de poortjes weer, hoppatee, en hij is op toegestaan. Dus dan kan je hem starten. Maar goed, de andere is nu in de baan, dus dat kan niet. Dan het enige wat we nog moeten doen is een ritje maken. Dus ik ga mezelf lekker trakteren op een ritje in mijn eigen achtbaan. RSC, beugels, anders kun je instappen. Beugels dicht, RSC, C, start. En voorwaarts! Met een heel tempo. Ja, natuurlijk in het echt, deze achtbaan is ook uit 1994, 93, geen idee. Als je het jaartal weet, laat even in de reacties achter, want ik weet het even niet meer. Maar ja, het is een hele oude achtbaan. Volgens mij de eerste achtbaan uit Walibi. Dus, en dat merk je soms wel in het echt hoor. Dat hij best oud wordt en gewoon echt zijn aandacht nodig heeft. Maar ja, dat is het systeem eigenlijk. Dit is de basis van het systeem. Het is best simpel, maar toch het meest gecompliceerde systeem dat we tot nu toe in de video's hebben gemaakt. En we zijn al bijna boven. Heb ik nog iets leuks te vertellen? Even vragen, hoe was jullie weekend? Nee, goed. Ja, zijn we al bijna boven. En dan gaan we nu dus in één keer met volle snelheid, want ik heb die max speed dus niet goed zitten. gaan we dus naar beneden. Komen we in de rollover, worden overgepakt door de rails hier beneden. Nu krijg je wel echt het gevoel dat je goed zeg maar de rails nog steeds boven je hebt hangen, ook al als je er over de kop gaat, dus dat is wel heel vet. Nou, dan gaan we naar beneden. Komen we in de soort Sidewinder. Ik heb even gegoogeld, het is echt een Sidewinder, dus dat klopt. En dan komen we nu zo in de twist. Dit is echt de eerste keer dat ik zo'n twist heb gedaan, dat moet je van me aannemen. En dan het laatste bochtje naar beneden. En dan schieten we zo door de remmen. En dan zal ik zo meteen nog even laten zien dat we daar worden tegengehouden. Ja, we hebben nog even een seconde delay. En dan worden we daar, zeg maar, voor de switch worden we tegengehouden. Vanwege de train waiter sign die ik heb geplaatst, zodat ze niet tegen elkaar aanknallen. Hartstikke handig. Bijna. En kijk, dan staan we stil. Maar ik ga de train even destroyen, dan kunnen we eruit. En die andere staat gewoon hier. Wachten totdat hij weer kan vertrekken. Dus dat is eigenlijk het systeem. Ik wil jullie er hartelijk bedanken voor het kijken naar deze video. Volgende week zijn we er met twee video's. Ja, twee video's. Eén video op woensdag, dat wordt de nieuwe Minecraft minigames. Ik heb er best wel veel zin in. Ik vond het wel leuk om weer eens een keertje een minigame te spelen en op te nemen. Dus die kunnen jullie woensdag verwachten. En zondag verwachten jullie natuurlijk weer een nieuwe. Hoe maak je in een totaal nieuwe achtbaan? Condor is klaar, dus we gaan beginnen aan een nieuwe achtbaan of attractie. Dus laat nog even weten welke attractie je heel graag wil zien. En vergeet vooral geen blauw duimpje omhoog achter te laten en abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. We'll be right back.